Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik heb mezelf voorgehouden dat ik meer reactievideo's ga maken. Laatst kwam er een pakketbezorger bij mij langs en die zei: hey, graag tv-programma's. En toen dacht ik, oh my god, thanks. Dat was voor mij ook weer direct eventjes een reminder om weer een nieuwe te maken, want het is al best wel eventjes geleden. Dus, hier ben ik weer. Ik heb er blindelings weer eentje uitgekozen van YouTube. Vroeger ging ik nog helemaal zo uitkiezen welke ik dan te gaar vond, maar nu denk ik, ja, ik heb op een gegeven moment ook geen keuze meer, hè. Dit is al gaat tv-programma's 42 of zo. Ik denk dat ik ze straks allemaal misschien wel heb gehad. Nou, trouwens, dat denk ik niet. Er zijn echt heel erg veel afleveringen van dit, dus ja. Laat het me vooral weten als je dus een opvallende ziet of als je iets leuks ziet waarvan je het leuk zou vinden als ik erop zou reageren. Stuur het me vooral door, want ik vind het alleen maar heel top en heel chill. Voordat ik ga beginnen met reageren, laat in de comments weten wat je vindt van deze aflevering van Achtergesloten Deuren, van het drama, vooral ook van het gedrag van deze mensen. Vind ik leuk, kunnen we erover kletsen. Nou, laten we er niet al te veel woorden aan vuil maken. De aflevering begint en we maken kennis met Michael en Anne. Michael en Anne kennen elkaar 2 jaar. Michael is eigenaar van een reclamebureau en deed een campagne voor de klant waar Anne destijds werkte. Tussen hen is iets moois opgebloeid. Michael is helemaal verliefd op Anne. Ja, een geweldige meid. Ik heb er eerst een aantal keer een telefoon gehad. En die stem, ik moest ze zien. En toen ik haar zag, was ik meteen verkocht. Ze is niet heel lang daarna bij me ingetrokken. Noodgedwongen eigenlijk, omdat het huisje weg moest. Even tussen ons, maar staat deze man nu foto's van een struik te maken? Kijk hier, die tuin. Die is leuk. Nou, ze hebben duidelijk de sleutel van hun nieuwe huis nog niet, als ik dit zo zie. Ja, we zijn een keertje samen naar een concert geweest. En ja, toen was het gebeurd, toen was ik verkocht. Ja, en die avond ging ik met de drummer van de band mee naar huis en de rest is geschiedenis. En ik moest mijn huisje uit eigenlijk. En toen hadden we helemaal nog niet zo heel lang iets met elkaar. En toen mocht ik meteen bij hem intrekken, dus dat was super lief en heel fijn. En dat werkt gewoon heel goed. Dus nu zijn we op zoek naar een groter huis op de groei. Een groot huis is het zeker, zeg. Tering. Lijkt wel bijna een kasteel. Gaat zeker wel goed bij dat reclamebureau waar Michael bij werkt. Anne zit zonder werk en dat is best een beetje balen. Na mijn studie kon ik meteen beginnen bij een opdrachtgever. En de sfeer daar was gewoon niet fijn. Ik trok het daar eigenlijk helemaal niet. Er was zoveel geroddel achter je rug om. Dat is zo vervelend om eigenlijk in te werken. Echt geen vibe dus. Ik hoor het alweer. Dus ik heb daar heel dom heb ik daar ontslag genomen. Anne die leeft wel echt even helemaal lekker in het moment, hè? Direct intrekken bij een nieuwe scharrel. In een opwelling je baan opzeggen omdat je het even niet zo gezellig vindt. En toen heb ik een hele tijd zonder werk gezeten. Nu eindelijk heb ik weer een nieuwe baan. Michael heeft me geholpen met mijn portfolio. En wel heel spannend. Ik heb mijn proeftijd van 2 maanden. Ik ben net begonnen. Dus ik hoop dat het wel goed gaat komen. Anne die heeft in ieder geval nu weer een nieuwe baan. Maar dit zou natuurlijk achtergesloten deuren niet zijn als daar iets ongekend schandaligs aan de hand was. Ik ben zo enorm blij voor haar dat ze nu aan de bak kan. En ik denk dat het een enorme uitdaging is, die baan die ze gekregen heeft. Voor jou ook zeker, of niet, Michael? Maar het vervelende is wel dat ze is aangenomen door mijn ex. En nog vervelender is dat ik eigenlijk al een relatie met Anne kreeg tijdens de relatie met Suzanne, mijn ex. En dat is, ik weet niet hoe dat verder gaat lopen nu. Zo vervelend allemaal, zegt hij met een big smile. Het is sowieso in deze tijd natuurlijk al heel erg moeilijk om ergens op gesprek te mogen komen. Ja, dus als het dan bij de ex van je partner die hij heeft belazerd met jou kan, ja, dan moet je gewoon alsnog extra dankbaar zijn. Voordat ik verder ga, wil ik een klein momentje inlassen voor de partner van deze aflevering. Namelijk Burga. Burga is mijn nummer 1 favoriete hoesjesmerk. Ik heb inmiddels ook weer deze nieuwe om en I love it. Zij maken mij echt iedere keer ontzettend blij. En wat heel erg leuk is, is dat ik deze keer ook mensen om mij heen blij mocht maken met een Burga hoesje. Ik voelde me helemaal Sinterklaas / de kerstman, want ik mocht cadeautjes gaan uitdelen. En kijk maar eventjes mee hoe dat ging. Dit persoonlijk heel erg leuk om te doen. Maar ik heb voor jullie ook goed nieuws, want jullie blijven niet achter met lege handen. Burga heeft namelijk 1 keer per jaar een gigantische korting van 25%. En met mijn code SOFIEMXBF krijg je daarbovenop nog eens 5% korting. In totaal 30 dus.
echt amazing, als je mij vraagt. De code is geldig tot 3 december en ik zal het linkje hier eventjes in beeld doen, maar je kan het linkje ook vinden in de beschrijving. Dus, veel plezier ermee. Laten we verder gaan. Maar voor Michael is het een vreemde situatie dat Anne nu met zijn ex Suzanne gaat werken. De oplossing voor dit alles zou denk ik gewoon zijn dat Michael alles opbiecht. Maar in plaats daarvan gaat hij alles vertellen tegen een random guy die ook wel eens op kantoor komt. Dus, ja, misschien dat je een oog in het zeil kan houden hoe dat daar verloopt. Ben je niet bang dat ze erachter komen of zo? Ja, natuurlijk zit ik ermee. Hij vraagt aan Illustrator Guy of hij spion wil zijn en Illustrator Guy komt met een scherpe opmerking. Heb je er wel eens aan gedacht dat Suzanne misschien al lang weet dat jij en Anne iets hebben? En dat ze Anne heeft aangenomen om wraak te nemen op jou? Je weet toch hoe Suzanne is? Ja, super grote kans dat Suzanne natuurlijk Anna gaat opsluiten bijvoorbeeld in de kast en dan met een niet-machine tegen haar hoofd gaat slaan. En dat heb jij dan veroorzaakt, hè? Ik kan me haast niet voorstellen dat Suzanne een dubbele agenda moet hebben gehad bij het aannemen van Anne. Ja, wij kunnen ons ook allemaal niet voorstellen wat jij allemaal doet. Maar ja, het zijn zo, hè? Dat is gaan. Ja, dat is leuk. Snap het helemaal. Ja. Anna is klaar met haar eerste dag werken en Michael die zit huiverig thuis te wachten. Ja, om te vragen of het eigenlijk allemaal wel goed is gegaan. En wie heb je allemaal ontmoet? Maar Suzanne, die was jarig vandaag. Ja? Oh ja, dat wist ik wel. Ik had namelijk een relatie met haar toen ik jou net leerde kennen. Zei ze nog iets over mij? Nee. Nee? Nee. Nee, het was namelijk Anne's eerste werkdag en niet die van jou. Het zou toch ook een beetje raar zijn, toch? Nee. Net zo raar als deze hele situatie sowieso. Michael maakt zich zorgen over de baan van Anne. Als hij voor een afspraak op de uitgeverij is, besluit hij bij Suzanne langs te gaan om haar uit te horen. Michael, die heeft schijnbaar niks te doen overdag en die gaat zich er met zijn grote bemoeizuchtige neus er weer gewoon tegenaan bemoeien. En eigenlijk wil ik even wat laten zien. Dus als je een momentje hebt... Oké. Okay. Ja? Ja, houd kort. Ik heb het druk, heel kort, maar heel kort. Laat maar zien. Die klant uit Rotterdam, ja? Die campagne waarmee we bezig zijn... Ja. We hebben de layout net iets veranderd. Mm-hmm. Hij knalt er ook even spontaan een subtiele pitch doorheen. Zo'n subtiele vogel denkt hij wel te zijn. Maar goed, back to business, Michael. Oké. Zeg, hoe gaat het verder? Ja, goed. Ja? Ja. En met personeel? Nog verandering? Ja, we hebben een nieuw iemand aangenomen. Oh. Dus even kijken hoe ze het gaat doen. Ja. Ja, Anne heet ze. Anne? Anne? Oh, die ken ik niet. Ja, ik weet niet of ze de proeftijd doorkomt, zeg maar. Maar ja, ze is natuurlijk pas een dag aan het werk. En op basis daarvan denk ik toch eigenlijk wel dat dat een dag te lang is. Ja, een tijdje geleden dat ik je gezien heb. Ja, dus dan het kantoor van je ex binnenstappen met een multimap met onzin erin... is dan denk ik inderdaad de allerbeste eerste move. Een week later belt Anne Michael. Ze wil hem zien in de lunchpauze. Michael vreest het ergste. Er is wat aan de hand, hoor. Suzanne. Ik word echt zo gek van haar. Ze had me toch die opdracht gegeven voor dat mannenblad. Ja? Het hele concept uitgewerkt, partners gezocht. Ze hadden zelfs al akkoord gegeven. En ze vandaag dus het hele concept gewoon afgekeurd. Vanuit het niets. Dat meen je niet. Moet je daar helemaal je vriend voor optrommelen in de pauze? Shit happens, toch? Ik weet niet. Een paar dagen later heeft Michael een afspraak met Suzanne, die hem heeft uitgenodigd voor een zakelijke afspraak. Ja, ik ben er uiteindelijk toch op ingegaan om met Suzanne af te spreken. En ik hoop eigenlijk in alle redelijkheid te kunnen vertellen hoe dat de dingen zijn gelopen en zijn gegaan. Natuurlijk weet Anne niet dat ik hier ben. Die mag er absoluut niks van weten. Suzanne nodigt Michael uit voor een zakelijke afspraak. Nou, 2 minuten later hebben ze het glas met witte wijn erin. Dus tot zover het zakelijke aan de afspraak. Michael vindt het ook en gaat het toch bespreekbaar maken. Dat hij het gemeen vindt dat Suzanne de presentatie van Anne heeft afgekeurd. Wat op zich kan gebeuren in zo'n business. En waar Anne waarschijnlijk ook wel weer overheen komt. Omdat ze een grote meid is met een grote meidenbaan. Los van dat het natuurlijk wel ontzettend irritant is als je baas zich zo mutserig gedraagt. Even genoeg social talk. Ik denk dat we beiden wel weten waarom we hier zitten. Vertel jij maar, Michael. Ik weet dat het tussen ons in het verleden niet allemaal goed geëindigd is. Hè. Het is niet allemaal vrij geweest, wat ik natuurlijk ook heb gedaan. Maar Anne, die hoeft daar niet de dupe van te worden, natuurlijk. Anne? Ja? Wacht even hoor. Anne, die net bij ons werkt, die ik onlangs heb aangenomen, dat is jouw partner. Begrijp ja, ik het dan ja, goed? Ja. Maar zeg je nu dat je dat niet wist? Nee, dat wist ik echt niet. Hm.
Jij dacht dat ik dat wist? Ja, dat dacht ik wel, ja. Nee, Michael, hoe kan ik dat weten? Ik heb geen idee. Ja, als jij overal over liegt en bedriegt, Michael, dan kan ik dat toch niet weten? En het gaat goed? Ja, dat gaat hartstikke goed. Nou, wat leuk voor je. Ja. Geniet ervan. Suzanne is in ieder geval unbothered. En Suzanne die kwam eigenlijk helemaal ergens anders voor. Ik wist niet dat jij mij dit kwam vertellen, maar ik zit hier dus voor vanwege dat ik eigenlijk een beetje dat wat wij vroeger hadden, onze samenwerking, dat ik dat een beetje mis. En toen dacht ik, je hebt misschien wel gehoord dat er een tweedaags mediacongres in Ermelo is binnenkort. Ermelo, place to be. Nou, uitgelezen kans om daar samen heen te gaan. Ik heb wat andere dingen te doen van het weekend. Een tennistoernooitje. Oh. En allerlei soort zaken. Nee, ik denk niet dat er voor mij in zit. Dus maar dank je voor je aanbod in ieder geval. Kom op, Michael, een tennistoernooitje. Boah. Tennistoernooi. Je kan toch helemaal niet tennissen? Kijk, het zit natuurlijk zo dat Anne nog in haar proeftijd zit. En het is nog helemaal niet zeker dat haar contract verlengd wordt of een vast contract wordt. Wat is dit nou weer voor een rare situatie? Oké, kom mee naar dat congres of ik knikker Anne eruit? Dat is toch raar? Dat is toch raar? Dus... Wacht even. Wat heeft Anne hier mee te maken? Jij vraagt aan mij of ik het onder ons wil houden dat jij met Anne bent. En uiteraard doe ik dat. Maar andersom... Ik weet niet wat jij moeilijk zit te doen, hoor. Volgens mij ben je niet in die positie, Michael. Ga je me nu chanteren dat ik dan... Ja, vriendin. Ben je nou echt alle tactieken uit de kast aan het trekken voor deze vreemdganger? Gezien het prutswerk van Anne afgelopen week, denk ik dat het een heel goed plan is als jij en ik samen gaan kijken wat wij nog voor samenwerking kunnen betekenen voor elkaar. Ja, dus omdat Anne geen mooie presentatie heeft gemaakt, ga ik jou nu gijzelen. Dat Suzanne alleen maar goede ideeën heeft, dat blijkt uit de eerste opzet van het tijdschrift dat Anne voor haar heeft moeten maken. Michael schrikt als hij de naam Koen ziet. Dat is de schuilnaam die hij in zijn telefoon voor Anne gebruikte om sms'jes te ontvangen. Hoezo Koen? Nou ja, net als de Linda, maar dan voor mannen. Ja. Nou, Michael, ik weet niet wat Suzanne met jou van plan is tijdens dat congres in Ermelo. Maar één ding dat ik wel weet is dat je beter een briefje in je broekzak kan doen waarop staat dat Suus het gedaan heeft. Hij gaat weer eventjes rennen met illustratiekai om hem om advies te vragen. Wat wil je dan doen? Dat ik Anne vertel? Als ik Anne dat vertel, dan weet ik zeker, die gaat er van onderdoor. Dat kan niet. Ja, dus in plaats daarvan maak ik het graag nog erger door met mijn ex stiekem een weekendje weg te gaan. Suzanne staat te wachten op Michael op de parkeerplaats. En ze ziet er inderdaad erg congresserig uit. Navi en stil, hè? Oh, die staat al goed. Ga maar. Roer staat heel goed. Wij gaan een weekendje weg. Ja, we gaan naar het congres. Volgens mij was het een Ermelo, toch? Of niet? Al snel blijkt dat ze met haar meesterbrein iets heel anders heeft bedacht voor haar en Michael. Het staat verkeerd. Oh, nee, ik heb een hotel geboekt. Wij gaan een beetje weg, samen. Nou, ben je mooi in de aap gelogeerd, jongen? Oh ja, je spullen. Michael, ik denk dat je beter weer in kan stappen, want ik weet van jou en Anne. Kom op, maar, Michael. Wat stelt dit dan voor? Wil je me chanteren dan? Of? Nee, chanteren. Anne zit nog in de proeftijd. Wij hebben een verleden samen. Ik weet van jullie en volgens mij heb je mee en mij wel een gezellig weekendje verschuldigd. Wat voor treurig tafereel is dit, joh. Wat is er mis tegenwoordig met gewoon praten tegen elkaar als volwassen mensen? De kleren, waar slaat dit op? Het slaat gewoon ergens op. Michael die stapt ook in die auto met zijn staart tussen zijn benen alsof dit de boel natuurlijk niet 10 keer erger gaat maken. Hoe gezellig wordt dat weekend ook als je nog net niet met een pistool op je hoofd gedwongen wordt om mee te gaan. Tijd voor een kleine recap van het weekend. Ik voel me echt kloten. Suzanne die is al in bed. Ze hebben echt flink onder druk lopen zetten. Ja, goed weekend. Dan is het voorbij. Vergeven en vergeten. Ja, een goed weekend hoort ook seks. Koen, zijn ze ook nog achteraan. Ja, een goed weekend, daar hoort natuurlijk ook seks bij. Ja, jeetje. Ja, misschien had je even van tevoren moeten googlen wat er onder een goed weekend verstaan wordt.
het ergste is, ik vond het lekker ook. Ik weet ook niet of Michael nu bij ons sympathie probeert op te wekken, maar volgens mij was hij er echt helemaal zelf ook bij, wat er allemaal is gebeurd. Schiet al op, denk ik, of niet? Nou, eigenlijk heb ik nog niet zoveel gedaan als dat ik had gehoopt. Michael kwam thuis en Anne zit met haar handen in het haar. Ik had totaal geen inspiratie meer. Ik kon gewoon echt niet meer. Dus ja, ik moet morgen wel een goede presentatie hebben voor Suzanne. Dat is wel belangrijk. Nou, schat, Michael heeft denk ik al een goede presentatie opgevoerd voor Suzanne. Dit weekend. Hé, hoe was het bij jou eigenlijk? Ja. Nou, geil. Ja, als vanouds eigenlijk. Met Suzanne. Trek je het nog een beetje lief? Jawel, zeker. Ja. Ik zit vol energie. Dit moet gewoon af. Ja, ik moet de hele nacht door met dat blad Koen. Blad mannen met lef. Daar zit ik helemaal niet op te wachten natuurlijk. Ja, nou ja, je bent natuurlijk ook geen man met lef. Dus inderdaad, dat snap ik. Iemand die wel lef heeft, wat blijkt, is Suzanne. Hoe is het gegaan? Ik moest bij het bestuur binnenkomen. Ja. En Suzanne die zat daar ineens. Ik ben dus nu al niet door mijn proeftijd heen. Ik hoef niet eens meer terug te komen. Ze hebben niet eens... Geen uitleg of niks? Nee. Misschien moet je zelf eventjes uitleg geven dan, Michael. En dan ook over dit weekend. Dag, Michael. Ik dacht dat we een afspraak hadden. Ja, voor wat hoort wat. Ik zou met jou seksen en dan mocht Anna aan het stomme magazine blijven werken dat eigenlijk helemaal niet bestaat. Anna was niet capabel genoeg, dus ze is er niet meer. Afspraak, ik weet niet waar je het over hebt. Je hebt mij hier toch mee ingelaten, of niet? Dat weekend, dat was toch allemaal opzet? Je vond het toch lekker? Ja, dat wel, maar ja. Het is na een tergende aflevering vol met gelieg en bedrieg eindelijk tijd voor de waarheid. Het project Koen, waarmee je bezig bent. Mm-hmm. Die naam, die is niet uit het niets komen vallen. Dat is een naam die ik... destijds gebruikte ik mijn telefoon waar ik jouw nummer in had opgeslagen. Onder die naam. En dat is ook wat Suus gebruikt heeft. Suus is Suzanne, mijn ex. Ja, en nou ja, hij probeert het nu ook allemaal uit te leggen, maar deze situatie slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus heel erg veel succes daarmee, Michael. Om nog minder vrij te maken, het laatste weekend ben ik weg geweest met Suus. Ik dacht namelijk alles terug te kunnen draaien door met haar een goed gesprek te hebben. Je bent helemaal niet gegaan om te netwerken. Nee. Nee, ik ben gegaan om te neuken. En wat dacht je daarmee te bereiken dan? Ja, ik dacht als ik het met haar over heb, misschien gaat ze daarin mee en waait het verder over om jouw baan te kunnen redden. Om mijn plezier te doen, ga jij een weekendje weg met Suus. Inderdaad, hij is niet goed. Ik dacht dat ik op die manier kon praten. Het is niet eens gelukt, dus dat is nog het ergste. Ze vindt het niet zo leuk. Echt? Oh, fuck. Nou, hoe zal dat nou aflopen? Ik verwacht niet goed. Anne vertrekt gelijk nadat Michael haar de waarheid heeft verteld. Hij is ten einde raad en wacht haar een dag later op bij haar kantoor, waar ze haar laatste spullen komt halen. Anne, zal ik je helpen? Nee, dat heb je al geprobeerd en dat was niet zo'n succes. Dus bemoei je er vooral niet mee. Er is ondertussen veel veranderd. Ja, het gaat goed. Michael is nu met Oscar. Oh nee, niet. Ik kon helaas niet bij Michael blijven werken. Michael bezoekt vandaag een bedrijfspand. Hij heeft inmiddels de ideale partner gevonden voor zijn nieuwe bedrijf. Minimaal 30 vierkante meter. Mogelijkheid tot uitbreiding en een gemeenschappelijke voorziening. Keuken en internet. Ik ga een bedrijf met Michael beginnen. Nou, dat is dan wel weer leuk. Dan ga ik er ook vanuit dat ze in die 2 maanden nog wel een keertje met elkaar gepraat hebben. Ja, we hebben een maand lang geen contact gehad. Sinds een paar weken hebben we weer contact en dat loopt eigenlijk best wel goed. Of, nou ja, weet je wat? Ze zoeken het maar uit. Veel nagedacht ook over die relatie ben ingegaan destijds en over mezelf. Maar goed, we kijken nu vooruit en we zien het wel. Hoezo? Nou weer, we zien het wel. Hoezo kom je met die we zien het wel? Wij zijn een hele aflevering geïnvesteerd in dit geneuzel. Deze hele tyfusbende slaat allemaal helemaal nergens op. En dan zeg je aan het einde, we zien het wel. Je ziet helemaal niks wel. Houd op. Ik ben Sofie en ik ben boos. Ja, dat was toch weer allemaal zo belachelijk. Was belachelijk. Zo ongekend belachelijk. Goed, ik ga er een eind aan breien. Het is namelijk zaterdag vandaag. Ik moet deze hele toestand nog editen. Dus ik ga door. Dankjewel voor het kijken. En ik spreek je morgen bij Tante Sof. Doei doei.